Hallo, welkom bij Dus Games. Mijn naam is Quinten en ik heb daarnet een livestream genomen van Assassin's Creed Origins. Zoals jullie waarschijnlijk wel door hebben, zit ik nu op een paar fucking piramiden te klimmen. Voor een uitkijkpunt. En daar is de stad. Kijk, ik heb even, we waren hier geëindigd. En dit dan hier allemaal nog niet, dus dat van ik ga het even ontdekken. Ik heb naar hier gaan, dan naar hier. Dan naar hier, dan naar hier, nu naar hier, en dan gaat naar hier, dan gaat naar hier, en dan staat alles in verbinding een beetje. Probleem is, holy shit. Het leukste is, je kunt er al op het einde nog afsleren. Dat is super cool. Niet dat ik het al heb gedaan, maar ik heb het gehoord. Fucking piramide. Holy shit. What fool would set up camp out here? I should have a look. Holy shit. Cool man, dat is cool hier. Nee, mannetje. Dus dat wil ik heel even tonen. Het is een hele korte video gaat zijn, maar ik ga nog even blijven opnemen. Ah, het is wel nog tof eigenlijk. Zo'n beetje s'nachts hier zijn. Ik ben erover. Waarom de fuck doet hij dat? Zal ik het even doen, hè? Het gaat makkelijk zo. Wow. Oeh, dat waren cobra of zoiets. What the fuck, hè? Een leeuw, een leeuw, een leeuw. Voilà. So nice. Een leeuw is iets te sterk, denk ik. Een stuk gezien van de piramide. Zo noemt het heel waarschijnlijk ook.
Wow. Ja. Godverdomme, doe niet zo moeilijk. Bijna houden en dan ja, nieuwe regio zien. Oh, maar dat is toch zo fucking mooi daar. Dat stadje daar. Kijk, recht voor ons zien we dit gewoon. Fucking coole, nice stad. En besef dat we dit hier gewoon hebben pas. Oh ja, en dit is heel de map. Dit is voor heel de fucking map. Freaking nice toch. Tot hier te geraten duurt al 10 minuten. 7 minuten of zoiets, goed even. Het duurt gewoon, ja, minimaal 5 minuten of zo. Die je daar zit. In een game. Dus ja, mijn paard, hè. De voet zou het echt zo half uur duren of zo. Ja, ik weet het niet. Zeker, maar hoe dan ook. Dit is het hoor. Oh, maar hoe dan ook dus. Assassin's Creed Origins blijft. Al ja, hoe slecht de graphics dan ook zijn. Al ja, ze zijn echt totaal niet slecht in. Maar moesten ze slecht zijn dan nog zo het gewoon een fucking nice game zijn. Überhaupt gewoon om puur dat die map zo groot is. En dat is. You will pay, corpse. Schiet maar op mee weer, of op mijn kameel. Dat doet ons toch geen pijn. Kijk, en daar, met dat meertje daar, daar is Siwa. 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 Goed, ja. Dus kijk, we hebben nu alles. En dit deel. En hier is Siwa. Siwa, wat fuck. Ik weet echt niet hoe mijn woorden vandaag. Dus we gaan even een puntje zetten op Siwa. Zonder te snel te reizen ga ik daar gewoon naartoe even. En even nog een keer uitleggen waar ik een nieuw kanaal heb. Want in de luisteraar heb ik het heel kort een keer uitgelegd. Maar dus ja, we starten een nieuw kanaal omdat we op het vorige kanaal, PS4, dat dus, we hebben een tot succes soort van. Voor ons toch, maar het eerste probleem was, ja, we waren even gestopt, ik was even ziek, Thomas neemt niet al graag alleen op en ik was even gestopt met PS4 voor dit kanaal te beginnen en ik ben nu terug omdat we het stom vonden, omdat dan alle trouwe abonnees weg waren en dat willen wij dus een beetje bereiken, onze trouwe abonnees terugkrijgen, een stuk of 10 minimaal trouwe abonnees, maar gewoon echt zoveel mogelijk natuurlijk, maar gewoon. Ja, ik wil gewoon trouwe abonnees en ja, die veel reageren en zo. Dat willen we eigenlijk gewoon bereiken. Geen likes of zo, echt gewoon puur reacties en zo, waar we ook kunnen reageren en kunnen livestreamen en een keer samen kunnen opnemen als ze een PlayStation hebben of zo als ze willen. Het is al gelijk. Check dit ook gewoon. Zo cool. Nice gewoon. Voilà. Hoe de fuck kan dat toch? Ze hebben 2 jaar over gedaan om zo'n game te maken. Maar ja, het zijn nog altijd mensen. Ja, natuurlijk als Assassin's Creed die smaakt niet eens oké, maar het zijn gewoon mensen die zeggen van ja, het is echt slechte graphics en al. Maar nog, het is een beetje slechte graphics, dat geef ik ook toe, maar. Ja, het is gewoon, ja. Zo'n grote game. Ik heb veel meer dan in alle andere Assassin's Creed's. Het is gewoon, ja, gewoon. Sommige mensen zijn er echt zo fucking slecht over. Die denken net zo. Ja, ze is griet. Je bent heel verkakt, jongens. Toch. Zweet toch gewoon. Ik ben blij van echt. Dat is de eerste Assassin's Creed die niet evolueert. Want ik was van de 1 gegaan. Dat was heel oud dan na 2 na Ezio.
Dat was dan al iets verder, denk ik. Ik weet niet zeker. Dat was Black Flag. Dat was ja, ook gewoon piratentijd. Had je Unity, dat was al in een stad. Maar in een middeleeuwse stad, soort van. En dan heb je Syndicate, dat was de laatste game. Heel verpest in Londen. Ze waren naar treinen en al die shit. En ik ben blij dat ze het echt... Wat pakken? Oh ja, het zit er weer. Okay. Ik ben blij dat ze eindelijk een keer weer een goede SSV hebben gemaakt. Echt gewoon iets anders. Want omdat ze van ja. Ik was wel blij dat Origins is. Want staan nu, ze maken nu Assassin's Creed, lalala of zo, ja, weet ik veel. Gewoon, ze maken nog een Assassin's Creed. Holy shit. Wat is dat hier? Ah ja, maar daar is Sima. Cool. Ze gaan hier gewoon een soort van op reis met hem erheen. Om eten te halen en al die shit. Nice. Echt nice. Maar hoe dan ook. Dus waar was ik? Ik ben het vergeten. Ze maken dan een andere Assassin's Creed en dan is sowieso in de toekomst gewoon echt Assassin's Creed. De laatste Assassin of zo. En dat ze dan gewoon mensen moeten vermoorden met een Hidden Blade, met een blaster of zoiets. Echt fucking kut ding. Ik ben blij dat het hier zo realistischer is. Ik heb veel meer wapens. Kijk, ik rijd gewoon letterlijk op een kameel. Door de woestijn. Op zo'n fucking grote map. Ja, het mag wel niet de beste graphics zijn. Dat maakt mij niet uit. Maar als je ziet hoe de fuck dat die kameel er gedetailleerd uitziet. Ja, kijk joh. Al zijn rimpels. Al ja, rimpels zo'n beetje. En zijn ogen. Ja, zijn ogen kunnen nog wel wat beter. Ja, zijn neus. Alles is zo. Ja, prima. Eigenlijk gewoon. Ik merk er niet echt veel van op. De bomen zijn een beetje mislukt. Maar ja, niet zo erg. Kijk. Maar Assassin's Creed. Soms kan ik gewoon door die boompjes lopen. Hier, ja, hier moet je er langs. Want je zegt tegen anders. Dus ja. Maar ook de wereld is zo levig. Kijk, daar is er een stad. We zitten hier een soort van in middle of nowhere. Zaten we hier daarnet hier zo. Echt. Zo fucking kut. En oh, wacht, zijn hier al mensen die foto's hebben gemaakt? Dat is gekeken. En ja. Dat is het gewoon, en toch zijn er hier zo kleine gebiedjes, mensen die hier foto's trekken random. Dan ja, random gast of vrouw met kameel die hier een beetje gaan rondtrainen en al. Nog redelijk tof. Dan naar daar, en dan gaan we naar daar zeker. Dat weer goed, nee. Dus ja, ik ben wel blij. Ja. Mijn YouTube hoop ik echt wel dat het goed gaat, van ja. Hier is er al een pad zelf gemaakt, dus we zijn al in de stad een soort van. Dus ja, het is een beetje afwachten, hè. Op YouTube, het is te zien. Ja. Als we bijvoorbeeld na een paar maanden maar 30 subs hebben, niet dat we gaan stoppen dan, maar gewoon. Ja, jammer hé. Dan gaan we nog beter ons best moeten proberen doen, maar... Het enige irritante vind ik van ja... Ik had het gevoel, maak je een beter YouTube kanaal, maar ja, editen is vooral... Mijn greenscreen, mijn facecam en we zijn gamers, maar dat maakt niet zoveel uit, maar vooral... ja, gewoon het editen eigenlijk, dat is kut, maar ja... En ook thumbnails en al. Ik vind het niet erg om te maken ofzo, maar het is gewoon, ja, het pakt een beetje tijd in. Ik werk wel graag voor YouTube, maar ik bedoel, ja, meestal upload ik ze gewoon dan zo. Ik ga er dan wel een keer een stukje uit knippen. Maar dus ja, ik hoop eigenlijk gewoon dat jullie veel delen. Dat vraag ik ook nog aan jullie. Als jullie wel delen, bijvoorbeeld op Twitter of weet ik veel. Op Instagram, al ja, check het kanaal of zo, ik weet niet. Dan gaan ze misschien ook rapper beginnen kijken en ja, zo. Dat is weer de tempo achter, dat is pas prima.
Ja, wel eerder gekozen film vlog subs aan. Juist. Niet echt precies subs, want we zijn er ook niet meer met subs die niet kijken, maar ik bedoel. Ja, gewoon eigenlijk een beetje trouw kijkers die moeten reageren en zo. Ik heb het nu al zo vaak gezegd in video's, maar ja, meestal hebben jullie niet gehoord van ja, lukt niet anders te lopen. Zou ook een mail kunnen zwemmen, dat vraagt mij wel echt af. Fuck you. Nee, maar hier kan niet. We zijn dus hier. Nou, hier is er een hyena rot dinges. Ah, we komen dus van helemaal hier. En we zijn zo gegaan. En, wacht hè. Hier is die fucking dinges. Die, ja. Gewoon. De. Ja. De piramides, ja. Ik was voorheen en dan. Kijk, hierheen. Hier, kleintje. En dan, ja. Helemaal langs hier geweest ook gewoon. Het is nog nice. Wat hij mij afvraagt is dit. Wat is het? Geen in de legende. Wraakmissies, oké. Okay. Denk ik. Maar ja, hier beschrijf ik ook de opname af. Dat is ook een soort van up-to-date video. Dus ja, ik ga nog een keer even tonen. What the fuck? Ik zie er zo fucking kut uit. Maar dus, we gaan een keer hier even spawnen ergens. Ik denk naar. Hier. En tot de volgende keer. En later.